Goedemorgen, Covada, Amsterdam. Daar zijn we bij SGS. We hebben een hele tijd gebrainstormd over wat jullie concept gaat worden voor deze beurs. En er waren natuurlijk een aantal ideeën, maar het is eigenlijk gebaseerd op een achterliggende gedachte. En misschien kun je daar iets meer over vertellen. Ja, SGS is een inspectiebedrijf voor de vastgoedwereld. Wij doen allerlei bouwkundige en milieukundige inspecties en we merken eigenlijk dat afgelopen jaren, het komt eigenlijk ook niet in het nieuws, afgelopen jaren zie je dat biodiversiteit eigenlijk steeds belangrijker is geworden en met name de impact van biodiversiteit en de vastgoedwereld die zitten toch wel een klein beetje in een hoekje waarbij ze, waarbij de overheden ook wel snappen dat ze natuurlijk redelijk kapitaalkrachtig zijn en dat de impact van vastgoed en van ontwikkelingen op biodiversiteit enorm groot is. Dus we willen eigenlijk dit jaar, anders dan voorgaande jaren, willen wij eigenlijk uitstralen dat biodiversiteit heel erg belangrijk is en dat wij allerlei soorten inspecties en validaties kunnen uitvoeren specifiek op biodiversiteit. En dat doen we door middel van iDNA, Environmental DNA. Dus wij kunnen door het nemen van een monstertje van bijvoorbeeld een blaadje of een beetje water of wat grondsediment, kunnen wij bepalen wat voor organismen in dat gebied aanwezig zijn of aanwezig zijn geweest en daardoor dus de impact van een ontwikkeling of een bedrijf of een gebouw op de omgeving in kaart brengen. Dus vandaar dat wij in onze uitstraling, in onze uitingen ook groen wilden overkomen en dat is heel erg gelukt. Ja, want we hebben eigenlijk een groene wand hebben we ook. We hebben hem niet gecreëerd, maar we zijn op zoek gegaan naar, maar het is toevallig ook een partner van jullie, waar jullie mee samenwerken. Omdat je kunt het natuurlijk op heel veel manieren doen, maar wat hier leuk aan is, is het hele systeem erachter. Er zit een afvoersysteem bij, dus alle bakken zijn geschakeld en het is ook zo, deze planten die gaan na dit event niet weg. Die gaan terug naar Mobileen, want dat is het bedrijf waar we mee samenwerken. Zij onderhouden deze planten, er komen eventueel nieuwe planten bij en dat gaat een volgende keer weer ingezet worden. Dus als we praten over groen en duurzaamheid, is dit gewoon het voorbeeld daarvan. Daarbij hebben we nog een aantal andere zaken, natuurlijke houtsoorten, de barkrukken bijvoorbeeld. Deze zijn gemaakt van een recycled materiaal, dat is gerecyclede petflessen zijn dit. Dit gaan we ook hergebruiken en de bedoeling is dat we dit 3 tot 4 keer gaan hergebruiken. Met hier en daar een aanpassing. Ja. En we hebben heel leuk samengewerkt tot nu toe niet. De samenwerking is heel erg goed geweest. We staan eigenlijk volgens mij al bijna 15 jaar staan op deze beurs en we hebben met verschillende standbouwers gewerkt. En dat is niet om Hoink allerlei veren toe te brengen, maar het is wat dat betreft zijn we ontzettend blij met de samenwerking en we merken dat het niveau en ook de kwaliteit van de beursstand echt wel next level is wat dat betreft. Ja, het is beter en we zijn ook blij met ook de creativiteit en de ervaring die er vanuit de organisatie is overgebracht. Ja. Dus heel erg goed. Ik zou zeggen klein maar fijn, niet? Ja, absoluut. Ja. Bye! Doei!